Leider is nog altijd dezelfde, dat is Gwendolyn Flevo. Nu komt de druk aan de buitenzijde van Hamilton Quick. Die pakt hem aan in de bocht. Het is altijd een riskant punt in Groningen. We zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Aan de relingzijde Gwendolyn Flevo, buitenzijde Hamilton Quick. Daar komt heel langzaam de ruimte voor Carbona As. En daarachter ligt Canisares Boko met Ultrasas. Paard in de laatste rechte lijn en dan neemt Hamilton Quick nu de leiding over. Hamilton Quick aan de relingzijde Gwendolyn Flevo. Hamilton Quick, Gwendolyn Flevo, ze liggen nog altijd precies gelijk. De leeuw kan er nog niet helemaal zeker van zijn. Nu is hij er wel bijna voorbij en nu helemaal. Het is Hamilton Quick die wint. Gwendolyn Flevo wordt heel knap tweede. Derde plek daarachter, Ultrasas. Vierde is Canisares Boko. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door paard nummer 5, Hamilton Quick. Weer een winnaar voor de stal van Bas Krebas en stal PD. Binnen de tijd was 1:18:02. En inderdaad, weer een zegen voor de tandem Bas Krebas, stal PD en John de Leeuw. Maar Bas, het is fantastisch vandaag hier. Niks te klaar. Hele weekend al niet natuurlijk. Vijfde winnen van het weekend. Maar super. We hebben de hele week door 20 lopen en nu we zijn bijna halverwege denk ik al 5 gewonnen. Dat is natuurlijk fantastisch. Daarom, het gaat geweldig met de stal. Vanwege de lente, wat is het? Ik weet niet, voor je werden we alleen maar 1 en 2. De eerste 2 maanden wonnen we geloof ik met 3 koers. Er stond maar 1 koers voor mij in 30 starts. Maar 1 keer maar geen geld, dus eigenlijk altijd in het geld. Kijk, en natuurlijk hier sta je wat lichter als in Wolven. Dat is natuurlijk makkelijk zat. Ja, winnen blijft mooi, hè? Ook al is de prijs wat lager. Het is enorm goed voor de moreel. Daarom, en stal PD, daar zijn al die paarden van. Hebben ze nog wat, het is een collectief, meerdere eigenaren. Hebben ze nog meer eigenaren nodig? Nou, kijk, iedereen is altijd welkom. Dat is makkelijk staat. Het is altijd leuk als mensen mee willen doen. En je kan gauw meedoen natuurlijk voor een deel. En dat is het leuke ervan. Daarom, kijkt u op stal PD als u mee zou willen doen aan bijvoorbeeld een Hamilton Quick of aan andere paarden. En er is nog meer media-aandacht. Namelijk RTV Noord is hier met hun expeditie Grun. Dus de mensen die in de stad wonen of ergens daarbuiten in de provincie Groningen. Die kunnen vanavond kijken op de televisie. En John maakt even zijn zitje schoon en springt er dan zometeen met een... sprongetje op. Wie hier dus de Stadsparkprijs. Dames en heren, geeft u hem een groot applaus als u zo meteen aan u voorbij komt. Hamilton Quick en John de Leeuw. Tweede zege hier op rij in het Stadspark van Groningen. We zijn op 100 meter van het startpunt. Start gevallen. Goeie start op de binnenkant van Broer van Bremen. In het midden van de baan Hamilton Quick die hard weg gaat. En helemaal aan de buitenzijde gaat Carbona As ook hard weg. Er gaan er wel meer hard weg. Ze gaan in 4 sporen op weg naar de eerste bocht. Ook Ruud Pols doet mee aan het duel om de leiding met Daisy van Kamstra. Daisy van Kamstra aan de binnenkant, tweede spoor Hamilton Quick, die gaat er nu aan voorbij. Dan aan de buitenkant Carbona As, die nog eens blijven hangen. En zo gaan de deelnemers de eerste bocht in. Leiding in handen van Hamilton Quick, die moet flink aanpoten. Aan de buitenzijde staat hij onder druk van Carbona As. Die kan nu inparkeren, dat heeft Tesla ook gezien en die neemt nu ook onmiddellijk terug. Daisy van Kamstra op plaats 3. Dan een klein gaatje naar de vierde plek van Ultras As. Die wordt gevolgd door het geel van Jaap Fixen met Broer van Bremen. Dan weer een gaatje naar een derde pelotonnetje. Dat wordt aangevoerd door Gwenda Beukenswijk. Met aan de buitenkant Gwendolyn Flevo. Die gaat voorbij aan Gwenda Beukenswijk. En laatst is Canisares Boko. En nu schuiven de pelotonnetjes naar elkaar toe. Hergroepering en alle 8 paarden weer bij elkaar. De leider is Hamilton Quick. Hamilton Quick wordt gevolgd door Carbona As. Daarachter Daisy van Kamstra. Tesla kijkt even over de schouder, want hij ziet wat komen aan de buitenkant. Dat is Gwendolyn Flevo. Gwendolyn Flevo is op weg naar voren. En zo gaan de deelnemers de bocht weer in. Leider nog altijd Hamilton Quick, Gwendolyn Flevo nu op plaats 2. Daarachter Carbona As, galopaard in de bocht van Gwenda Beukenswijk. Uitgeschakeld op 3, galop 3 uitgeschakeld. Leiding wordt nu overgenomen door Gwendolyn Flevo. Gwendolyn Flevo heeft de leiding overgenomen, lag net laatste, ligt nu eerste. Heeft dus wel even wat moeten doen, daarachter op plek 2 Hamilton Quick. Daarachter volgt dan de rest van het veld. Derde plek aan de relingzijde is Carbona As. Buitenkant daarnaast komt dan naar voren Canisares Boko, dan Daisy van Kamstra. Aan de buitenkant daarnaast Ultras As en daarachter als laatste Broer van Bremen. Inmiddels gaat Hamilton Quick weer naar het tweede spoor.
Hamilton Kwik gaat weer de vrije buitenzijde opzoeken, zo had ik het willen zeggen, zo had ik het ook moeten zeggen. Maar de leider blijft nog altijd Gwendolyn Flevo. Gwendolyn Flevo die heeft een aardige jas uitgedaan en dat heeft de Leeuw misschien niet gezien, of misschien ook wel, maar die gaat hem nu vroeg aanpakken. Paarden gaan de rechte lijn overzijden, Hamilton Kwik naast de leider gekomen en het hele veld redelijk dicht bij elkaar. Hamilton Kwik aan de buitenkant van Gwendolyn Flevo, daarachter zit vast aan de relingzijde Carbona As. Buitenkant daarnaast Carnizaris Boko, dan volgt aan de relingzijde daarachter Ruud Pols met Daisy van Kamstra. Buitenkant daarnaast erop te vliegen met Ultra's Assen aan de buitenkant. Daarnaast gaat nu in de derde spoor naar voren Broer van Bremen. Dat probeert hij althans, maar echt opschieten is er nog niet bij. Nu trekt Jaap Fixen de proppen en ze gaan die laatste 500 meter nu in. Leider is nog altijd dezelfde, dat is Gwendolyn Flevo. Nu komt de druk aan de buitenzijde van Hamilton Kwik. Die pakt hem aan in de bocht. Het is altijd een riskant punt in Groningen en we zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Aan de relingzijde Gwendolyn Flevo, buitenzijde Hamilton Kwik. Daar komt heel langzaam de ruimte voor Carbona As. En daarachter ligt Carnizaris Boko met Ultra's As. Paard in de laatste rechte lijn en dan neemt Hamilton Kwik nu de leiding over. Hamilton Kwik aan de relingzijde Gwendolyn Flevo. Hamilton Kwik, Gwendolyn Flevo, ze liggen nog altijd precies gelijk. De Leeuw kan er nog niet helemaal zeker van zijn. Nu is hij er wel bijna voorbij en nu helemaal. Het is Hamilton Kwik die wint. Gwendolyn Flevo wordt heel knap tweede. Derde plek daarachter, Ultra's As. Vierde is Carnizaris Boko.